Nou, het is vandaag zondag, de 30e oktober 2016. En ik ga zo direct even hardlopen. Ik ben er helemaal klaar voor. En we gaan eventjes zo direct naar de Jan Blankenbrug waar ik start en ook eindig. Ik ga zo'n 40 minuten lopen ongeveer. En ja, mijn proviant, dat kun je hier zien. Dat zit er ook bij. Hetzelfde tasje wat ik gisteren ook aan had, de Robben Noordbos. Dat gebruik ik dus ook met hardlopen. En dan ga ik even mijn schoenen aantrekken. Nou, de schoenen staan daar. Die heb ik helemaal gerepareerd. Want de onderkant die was bij de linkerschoen helemaal afgesleten. Dus daar heb ik wat opvullijm toegepast. Kijken hoe dat loopt voor de eerste keer. Ik zou ze bijna nog vergeten. Niet geheel onbelangrijk, deze steunzolen die ik van Willem van den Boogaard heb gekregen. Ja, ik moest ze steeds een andere schoenen doen, dus ja, dan wil ik nog wel eens voorkomen dat ik ze vergeten en denk van, hey shit. Maar goed, ik ga ze nu aantrekken dus. Deze gaan dus hierin en dan ga ik hardlopen. Buiten. We gaan even de loopscholing zo doen. Ik ga even rennen, dus zo. Niks anders. Ik ben klaar voor. Ik heb me helemaal opgewarmd. Dus we gaan nu starten. Dat is voor de training. Nou, ik ben nu aan het uitlopen. En ja, het is was op zich zwaar. Want ja, ik had last van verkoudheid. Maar toch net boven de 10 km per uur gelopen. Lekker rustig aangedaan. Geen pijn gehad, maar gillespees. Niet noemenswaardige pijn. Of ja, wel een heel klein beetje trekken in het begin, maar dat ging later weer over. Dus op zich is dat een goede looptraining geweest. Dus we gaan op naar de looptraining van aankomende dinsdag. Als ik niet verder verkouden word, tenminste. Dus op de baan bij Nea van Harding.